We gaan het nu hebben over m-commerce. Even een korte vraag aan jullie. Wie van jullie heeft er een smartphone? Dat is toch wel bijna iedereen. En wie heeft er wel eens wat gekocht via zijn mobiele telefoon? Ja, dat is wat minder. Maar Alexander, ik zie wel ik zie kansen voor m-commerce. Ik ook. Want ik zou jullie graag willen introduceren aan de volgende spreker. Dat is Alexander van Sloten, een bekende voor mij. Hij is de manager internetmarketing van Wekamp. En ze zijn zeer succesvol met m-commerce. Dat kan ik zeggen omdat ze vorig jaar de Thuiswinkel Awards hebben gewonnen voor de mobiele website. Beste mobiele webwinkel, ja. Dus ik kan me voorstellen dat jullie erg benieuwd zijn naar de do's en don'ts, de valkuilen, de mogelijkheden, de beperkingen van mobiele commerce, mobile commerce. En daarom zou ik graag een hartelijk applaus voor jullie willen hebben voor Alexander van Sloten van Wekamp. Dankjewel. Heel fijn om te zien dat jullie je niet hebben laten afschrikken door de buitengewoon chagrijnige foto van mij in het programmaboekje. Om voor alle verwarring weg te nemen, ik word manager internet marketing genoemd, manager internet. En sinds kort ben ik, sinds afgelopen zomer, marketing director van Wekamp.nl. Ad interim, zoals het zo heel mooi heet. Voor die paar mensen in de zaal die echt geen idee hebben wat Wekamp.nl is, ik heb één sheet met een overzicht. Wekamp.nl is het grootste online warenhuis van Nederland. Met ongeveer 112 miljoen bezoekers per jaar, een kleine 14 miljoen verkochte producten. Wij versturen ongeveer 7 miljoen pakketten door Nederland op jaarbasis. En dat resulteert in een astronomische omzet. Wekamp.nl is onderdeel van de RFS Holland Holding. Een partij die naast Wekamp.nl ook nog Create2Fit heeft. Bekend van sites als Plasma Discounter, Barbecue Shop, Sneeuwketting.com. Allemaal gespecialiseerde webshops. En het warenhuis Vonk.nl. Vonk specialiseert zich met name op cadeauartikelen en designartikelen. En hij heeft ongeveer nog een honderdtal domeinen met hele specifieke niche shops. En alles bij elkaar opgeteld is RFS het grootste e-commerce bedrijf van Nederland. En zoals je misschien in de krant gelezen hebt, het staat te koop. Dus mocht je interesse hebben, meld je even na afloop. Goed, mobiele strategie. Om te beginnen, gaat mobiele strategie verder dan de vraag of je wel of geen mobiele website moet hebben, of je een app moet hebben of een voor mobiel geoptimaliseerde website. Het gaat wel degelijk ook over tablets. En eigenlijk is tablets het meest interessante onderdeel van die hele mobiele strategie. Want 1,7 miljoen Nederlanders bezit inmiddels een tablet. En wat eigenlijk nog interessanter is, is dat er in de tweede helft van 2011 maar liefst 1 miljoen tabletgebruikers bij zijn gekomen. Dus een hele grote groei in de tweede helft van 2011. En daarnaast zijn er nog 1,7 miljoen Nederlanders die aangeven dat ze binnen afzienbare tijd overgaan tot de aanschaf van een tablet. Nou, het is mooi dat ze er een kopen, zeker mooi als ze dat bij ons doen, maar het gaat natuurlijk om het gebruik ervan. Dit is een overzicht van de sessies vanaf mobiele devices. De blauwe lijn zijn de sessies die komen vanaf tablets. En dan zie je ook daadwerkelijk vanaf medio vorig jaar een enorme explosie in het aantal sessies vanaf tablet. En als je alles bij elkaar optelt, dan zit je ongeveer op 10% van de totale traffic wat vanaf een tablet komt. Dus dat is een niet te verwaarlozen deel. Die tablet is om nog een... Ik heb het idee dat ik af en toe uitval, klopt dat? Dat is niet heel hinderlijk, denk ik, maar... die tabletbezoeker is om nog een andere reden heel interessant. Hij besteedt namelijk meer. Het is over het algemeen een wat rijkere Nederlander. Hij heeft meer te besteden en dat doet hij dus ook. 21% hogere bestedingen dus. Dus een hele interessante klant. Aan die iPad-koper is nog iets opvallends. En dat is namelijk het gedrag over de dag heen, het uurpatroon. Dit is het dagpatroon in de maand januari. En dan zie je heel duidelijk dat de tabletgebruiker actief wordt na een uur of 6. En dat houdt aan tot een uur of 10. Dus je ziet de blauwe lijn echt pieken in de avonduren. En daarmee is een term als couch commerce, zoals die ooit geïntroduceerd is, het lui op de bank liggen met je iPad, met je tablet, is absoluut geen loze term. Hij is ook echt gewoon waarneembaar. Dus een enorme piek in de avonduren. En wat ook interessant is, is dat 86% aangeeft dat ze
de tv op de achtergrond hebben aanstaan. Dus af en toe eens naar tv kijken, af en toe weer eens naar de tablet. En dat geeft best wel bijzondere mogelijkheden. Je kan tv bijvoorbeeld een stuk actiematiger inzetten. Vroeger werd altijd gezegd van radio. Radio is een prachtig medium om actiematig de marketing te bedrijven. Want de theorie was altijd, je hebt de radio aanstaan en je bent tegelijk aan de pc aan het werken. Of die staat in ieder geval in de buurt en je kunt heel makkelijk even switchen. Dat kan dus nu ook met de tv. Dus naast branding kun je tv-reclame ook veel actiematiger kun je die inzetten. En in 2011 zijn eigenlijk voor het eerst zijn er effecten waarneembaar van commercials. Als wij een avond veel exposure hebben, dan kunnen we gewoon in de webstatistieken zien dat het aantal sessies na het uitzenden van de commercial toeneemt. Dus er is wel degelijk een connectie tussen tv-reclame en het gedrag online. Je hoeft niet meer naar zolder toe om achter de laptop te kruipen en daar op internet te gaan. Dus als je een voorgoedje zou moeten bepalen, dan is natuurlijk de focus eerst op de desktop variant. Desktop is nog steeds het belangrijkste. Maar daarna zou ik zeggen, richt je op tablet en pas daarna op smartphone. Ik zal er zo nog even op terugkomen. En wat moet je dan voor tablet doen? Ja, eigenlijk een responsive design, zoals dat heet. Je moet zorgen dat je website geoptimaliseerd is voor tablets. Gebruik geen flash. Zorg ervoor dat je zowel in portrait als landscape mode een goed functionerende site hebt. Pas je dus aan de schermresolutie. 960 schijnt optimaal te zijn. Laadtijden zijn belangrijk op een tablet. En maak gebruik van de specifieke kenmerken van een tablet PC. Zoals bijvoorbeeld het aanraakscherm. Ik geef eerlijk toe, WKAM.nl is niet volledig geoptimaliseerd voor tablets. We werken er hard aan. Ik heb een aantal andere partijen hier genoemd die in mijn ogen een kwalitatief heel goede tablet site hebben. KLM, speciaal geoptimaliseerd voor tablet. En MTV. MTV met name omdat ze mooi gebruik maken van alle mogelijkheden die een tablet biedt. Vraag die mij eigenlijk altijd gesteld wordt is van ja, wat moeten we nou doen? Geoptimaliseerde website of moeten we toch ons geld stoppen in een app? Voor tablet vind ik hem eigenlijk iets anders dan voor smartphone. Voor tablet zou ik zeggen, zorg er eerst voor dat je je website geoptimaliseerd hebt voor tablet. Op een tablet wordt veel gewoon gesurfd. En dan pas je geld in een app stoppen. Optimize site voor een tablet is eigenlijk een must. En een app is nice to have. Hoewel je qua inspiratie met een app natuurlijk een stuk meer kunt bereiken dan met een geoptimaliseerde website. En iets wat je de afgelopen tijd veel ziet, en niet zozeer voor tablets, maar wel voor smartphones, zijn zogenaamde hybride apps. Een van de mooie voorbeelden daarvan vind ik New Look. New Look heeft een app waarin wat functionaliteit zit die specifiek gebruik maakt van features van een smartphone. Bijvoorbeeld daarbovenin rechts Scan and Buy, maakt gebruik van de camera. Je kunt een label inscannen en dan word je direct doorverwezen naar de webshop waar je het online kunt bestellen. Maar ze hebben ook een knop shop, daar onderin. En die knop doet niks anders dan de mobiele site die ze hebben inframen. Dus die wordt in de app geladen. Exact dezelfde site die je ziet als je gewoon via de browser naar New Look zou gaan. En zo hou je het een en ander natuurlijk wel heel beheersbaar. Je hebt in wezen één grote winkelomgeving. En je hebt een app die wat additionele features biedt. En waar ook de hele shopping environment gewoon ingeframed zit. En dit soort initiatieven zie je steeds meer opkomen. We hebben in Zwolle hebben wij ons eigen usability lab, waar we bijna op dagelijkse basis mensen laten langskomen en onderwerpen aan allerlei proeven, allerlei nieuwe functionaliteiten. Vragen een mening van de consument om nog op tijd bij te kunnen sturen. Het lab zetten we inmiddels ook in voor mobiel. En iets wat wij heel vaak terugkrijgen is de opmerking dat klanten eigenlijk niet weten dat wij een mobiele site hebben. Mensen verwachten op een of andere manier niet dat er websites geoptimaliseerd zijn voor smartphones. Wel voor tablets, maar niet voor smartphones. Dus de discussie rond moet ik nou een app gaan maken voor een smartphone of moet ik nou een geoptimaliseerde site maken? Ik zou hem daar iets anders beantwoorden. Zeker als je naar de statistieken kijkt. Dus Amerikaanse onderzoek van de mensen die via een smartphone kopen, doet 27% dat via de mobiele site en ook 22% via een app. Dus dat verschilt, ontloopt elkaar niet heel erg veel. Ik denk dat het ook goed is om je te realiseren dat die smartphone voor veel meer gebruikt wordt dan alleen maar online aankopen. Eigenlijk gaat m-commerce, als je het hebt over smartphone, gaat over de hele customer journey. Als je consumenten vraagt in een aankoopproces, wat doe je met je smartphone? Dan is het bekijken van de openingstijden van winkels, het kijken naar reviews, het kijken naar productinformatie. Nog los van het feit dat ze misschien het product via de mobiele device kopen. Er zit een heel
verhaal en een heel traject zit eraan vooraf. En eigenlijk gaat M-commerce over de rol die het mobiele device speelt in die hele customer journey. En eigenlijk moet je je afvragen hoe je op al die momenten aanwezig kunt zijn met je site. Dus eigenlijk moet je al die gebruiksmomenten faciliteren. Dat is nog veel belangrijker dan puur het mogelijk maken van de aanschaf via mobiel. Andere reden om eerst te focussen op tablet en daarna pas op mobiel is de conversie. Dit is een voorbeeld. Laat ik niet morgen in de twinkel lezen dat Wekamp een conversie heeft van 1%. Dit is puur ter illustratie. Als we de desktop conversie op 1 zetten, dan zie je dat de tablet conversie daar iets onder zit. Ietsje lager, maar komt wel aardig in de buurt. Maar mobiel ligt die beduidend lager, ongeveer op 1/3. Heeft denk ik ook te maken met de voorgaande slide, of een van de voorgaande slides. Dat mobiel wordt ingezet voor heel veel activiteiten. Dus niet alleen dat aankopen, maar juist dat oriëntatietraject, daar kan een mobiel een heel belangrijke rol in spelen. En een andere belangrijke reden is dat de betaalmogelijkheden via mobiel eigenlijk nog wat beperkt zijn. Als je kijkt naar onze mobiele site, we bieden daar vooralsnog geen iDeal aan, omdat dat nog eigenlijk in de kinderschoenen staat. De ontwikkeling die wel gaat komen het komend jaar, maar op dit moment is die er nog niet. Ander opvallend fenomeen is dat de conversie van de desktop variant die bekeken wordt op mobiel hoger is dan onze mobiele site. Dat zou te maken kunnen hebben met die betaalmogelijkheden. Je kunt namelijk je kunt wel betalen met iDeal op de desktop variant. Het is een enorm gedoe, maar het kan. Er zijn ook echt daadwerkelijk mensen die dat doen. En het heeft denk ik iets te maken met vertrouwdheid. Mensen zijn gewend en vertrouwd met de bestaande Wekamp site en doen er liever wat moeite om die te bekijken in zo'n klein scherm dan dat ze de specifieke mobiele site bekijken. Dus al met al een vrij lage conversie op mobiel. Nou, we zijn in 2009 gestart met m.wekamp.nl. Vorig jaar dus de Thuiswinkel Award gewonnen voor het beste mobiele website. En toen we in 2009 begonnen hadden we eigenlijk 3 hele eenvoudige uitgangspunten. We wilden het hele assortiment ontsluiten, dus het grootste mobiele warenhuis van Nederland zijn. We wilden ons richten op alle gangbare devices, dus niet een hele expliciete keuze voor bijvoorbeeld iPhone en de rest niet. En we vonden het belangrijk dat er een mogelijkheid was om direct te bestellen. Dus het moest er zijn dat mensen artikelen konden kopen. Maar de eerste versie waar we mee live gingen was de versie die je hier links ziet. Inmiddels hebben we versie 2.0, zoals we hem intern noemen. Hebben we een grootschalig gebruikersonderzoek aan vooraf laten gaan. En de 2 dingen die we eigenlijk terugkregen uit dat onderzoek is dat navigatie buitengewoon belangrijk is en laadtijden. Mobiel wordt heel vaak gebruikt met een 3G-verbinding en niet zo heel erg vaak met een wifi-connectie. En dan is het heel belangrijk dat je uitkomt waar je wil zijn. Niks is zo frustrerend op een mobiel device als een knop indrukken, een paar seconden wachten en dan constateren dat je op de verkeerde pagina zit. Dus we hebben ons gefocust op die laadtijden, die zijn enorm verlaagd en we hebben ons gericht op het navigatiemodel. En dat zie je een beetje terug in het plaatje daar rechts. Hele grote knoppen, we hebben beelden toegevoegd. Om maar te voorkomen dat mensen klikken op een link waar ze uiteindelijk niet terecht willen komen. En dan zie je positieve resultaten. Nou, inmiddels hebben we natuurlijk aardig wat learnings van onze mobiele site. Ik heb er even een paar opvallende uitgepikt. Wij hadden op voorhand een beetje het idee dat de aanschaf op een mobiel device met name wat kleinere producten zouden zijn. Wat lagere bonbedragen. Dat blijkt, het tegendeel blijkt waar. Er worden juist wat duurdere producten gekocht dan op een desktop site. En wat minder fashion en wat meer hardware. Dat verklaart ook wel de wat hogere bonbedragen. Ik heb hem even gesorteerd op, volgens mij van een maand, op artikelprijs. En dan zie je dat LED-televisies van €2600 ook prima verkocht worden. Een blokhut van €1300 is allemaal gewoon via mobiel aangeschaft. Boxsprings. Het maakt allemaal niet zo heel erg veel uit. Dus de aanname dat het met name accessoires zijn of fashion, die blijkt absoluut niet waar. Dat zou hiermee te maken kunnen hebben. Wij hebben een groot aandeel vrouwen op onze desktop variant, meer dan 70%. Op mobiel ligt die toch aanzienlijk lager, zo'n 10% lager. Dus we hebben wat meer mannelijke bezoekers. En dan mannelijke bezoekers kopen over het algemeen meer hardware. Dus dat zou het voorgaande kunnen verklaren. Andere opvallende is de leeftijd van de koper. Op de mobiele site, mobiele platform, ligt hij ongeveer rond de 26 jaar. Op de desktop variant ligt hij 10 jaar hoger. Dus het zijn met name jongeren die de smartphone gebruiken om dingen daadwerkelijk aan te schaffen. En dit is misschien een beetje open deur, maar mobiel wordt voornamelijk gebruikt in de stedelijkere gebieden.
Nou, wat zijn onze uitdagingen voor de komende jaren of eigenlijk het komende jaar? Dat is eigenlijk de cross-channel strategie, het gebruik maken van de combinatie van diverse media. Hoe kunnen we mobiel en ook de smartphone en tablet, hoe kunnen we die het beste integreren in onze hele marketingstrategie? En dan kun je echt een integrale benadering nastreven. Mobile advertising, hebben we wel wat mee geëxperimenteerd, maar staat echt nog in de kinderschoenen bij ons. En een van de vragen die wij toch hebben is van hoe kunnen we nou inspelen als pure online player op de local searches. 30% van de zoekopdrachten op mobiel is een local search. Wij kunnen daar als e-tailer voor ons nog niet zo verschrikkelijk veel mee, maar we zouden er wel wat mee willen. En de vraag is een beetje hoe je dat zou moeten doen. Nou, die combinatie van die diverse media, een tweetal voorbeelden die ik wel aardig vind, waarschijnlijk wel bekend. Tesco, maar bijvoorbeeld ook Ocado, die hebben billboarding gebruikt waarin ze producten laten zien, waar ze producten afbeelden met een QR-code er bijvoorbeeld onder. En die je heel eenvoudig met je smartphone kunt bestellen. En die krijg je dan gewoon thuis geleverd. Dus je hebt een soort fysieke presence zonder dat je nou echt een winkel opent waar producten in staan. Ander leuk initiatief vind ik Omobi. Je moet hem maar eens even downloaden, het is een gratis app en werkt best naar behoren. Je kunt een willekeurig product fotograferen. Dat fotootje wordt opgestuurd en je krijgt van Omobi terug wat voor product het is. Met daarbij een knop koop online en dan wijst hij je door naar een website waar je het product kan kopen. Nou, hier kunnen wij natuurlijk als Wehkamp wel wat mee. En om even de indruk weg te nemen dat mobiel de smartphone niet belangrijk zou zijn. De ontwikkeling die je ziet is dat het mobiele device natuurlijk uitgroeit tot een soort centraal punt. Het wordt steeds meer onze portemonnee, het is telefoon, het is onze lifeline met de buitenwereld. Dus het belang van de smartphone zal alleen maar toenemen. En daarmee ook het belang van een presence via smartphone. Maar op dit moment primair de focus dus op tablets. En als laatste slide even een voorspelling. Dat is al een hele oude grafiek die ooit eens een keer voorspelde dat in 2014 het aantal bezoekers via een mobiel device het aantal bezoekers via desktop zou overtreffen. Nou, dat leek toen een aantal jaar geleden toch een vergezochte voorspelling. Maar als je heel even kijkt naar die grafiek die ik in het begin liet zien, dan denk ik dat het aardig bewaarheid gaat worden. Want als het op deze manier doorgaat, dan zou het best eens kunnen zijn dat in 2014, dan praten we ook over een jaar of twee, dat we eerst praten over hoe de website geoptimaliseerd is voor tablet. En dan misschien voor smartphone en dan pas is de desktop relevant. Zijn er vragen? Dat is jouw tekst. Hallo? Ja. Alexander, dankjewel. Goed. Ik heb allereerst een paar vragen voor je. Jullie mogen zo meteen klappen. Je vertelde dat de tabletgebruikers vooral 's avonds actief zijn. Ja. Couchcommerce. Moet je hier ook je customer service op aanpassen? Dat je ook 's avonds bereikbaar bent bijvoorbeeld? Ik denk dat dat dan eigenlijk een logisch gevolg is. Ja, gaan jullie dat ook doen? We zijn wel in conclave met elkaar om de service op te rekken inderdaad naar de avonduren en de weekenden. Ja. Okay. Het zal geen 24/7 zijn, dat gaat iets te ver. Maar tot een uur of 12 moet je eigenlijk gewoon service verlenen. Okay. Dus mede ingegeven door de activiteit op social media. Ja. Twitter staat ook niet stil. Mensen die om 8 uur twitteren dat ze een probleem hebben, die worden pas de volgende dag geholpen. En eigenlijk wil je dat ook niet. Oké. Je vertelde ook iets over responsive design. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen, wat dat nou precies betekent? Responsive design is dat de site die je maakt, reageert op het device waarin het wordt bekeken. Dus om een tablet even als voorbeeld te nemen, op het moment dat je in landscape kijkt, ziet de site er goed uit. Draai je tablet naar portrait mode, dan schaalt het hele design mee en ziet het er nog steeds fantastisch uit. Is dit moeilijk? Kost dit geld? Moet je je bouwer lief aankijken? Je moet je bouwer lief aankijken, dat moet je sowieso doen. Dat zijn hele waardevolle mensen, dus hou ze vooral te vriend. Dat kost geld, kost extra investering, kost extra onderhoud. Dus het is best een klus om dat goed te krijgen, maar het is absoluut de moeite waard. Oké. Kun je iets vertellen over kosten? Nee, kan ik heel lastig, omdat we alles intern doen. Dus ik zie geen rekening van externe bouwbedrijven. We hebben de luxe dat we een eigen ontwikkelteam hebben. Dus ik kan dat... Er gaat veel tijd in zitten, maar bedragen kan ik niet noemen. Oké. En kun je misschien de mensen iets vertellen over hoe betalen nou de mensen? Want het is hartstikke moeilijk, dat vertel je al. Ideal is er nog niet voor mobiel. Komt eraan, ja, het werkt niet. Ja. Hoe betalen mensen? Als je kijkt naar de smartphone site, dus m.wehkamp.nl, dan is het met name Accept Giro. Dat is eigenlijk de enige mogelijkheid die we aanbieden. Of bestaande termijnklanten, die hebben we ook nog, die mogen gewoon in termijnen betalen.
Maar we hopen daar wel heel snel nieuwe betaalmethoden toe te voegen. Want een PayPal bijvoorbeeld zou kunnen volgens mij? Dat is een van de dingen waar we over denken. Creditcard, PayPal. Ja. En hopelijk Ideal in een volledige vorm.